Kirsten, neemt u aan tot uw wettig. Hallo bewoners van de Gamestad en welkom bij deze nieuwe Kingdom video hier op Foxcraft. We zijn hier weer een heel stuk verder met een hele hoop nieuwe mensen. Niet iedereen is natuurlijk online, maar wel een hele hoop mensen. Deze blaadjes hier vliegen nog steeds en nog steeds. We hebben niks gedaan met Heart of Sea. Maar we hebben als het goed is wel meer schelpen, dus het kunnen we heel binnenkort kunnen we daar wel iets mee gaan doen. Het is echt een enorme pijnhoopje trouwens. Ik moet de schoonmaker inhuren. Kirsten! Oké, we gaan eventjes hier weg. Oh my god, hier een inbreker. Deze guy, die moeten we vermoorden zometeen. Maar dat gaan we zo meteen doen. We gaan hem buiten het kingdom laten leiden. Maar kijk eens wat hier allemaal staat. We hebben een kaart van de map. Wat? Wat? Kaart van de map? We hebben een map van de wereld. Een kaart van de wereld hebben we hier. Dus je ziet ons kingdom, onze muur. Het moet geüpdate worden, want het klopt niet meer dit. Maar oké, laten we eens even gaan kijken. En kijk hier de toffe members staan van ons kingdom. Het zijn er heel veel. Laat jullie eens even horen allemaal. Stop. Het kasteel is af, maar er komt waarschijnlijk een nieuw kasteel wat veel mooier is. Want dit ziet er allemaal niet zo mooi uit. Hey, meneer, Seki. Die ken ik nog wel. Van Minetopia. En zometeen gaan we iets tofs doen wat waarschijnlijk al in de titel staat. Ik wil gaan trouwen, maar ik weet alleen niet of diegene het ook wil dat ik ga trouwen met haar of hem. Nee, met haar natuurlijk. Maar dat gaan we dus zo meteen zien. Eerst staat hier ook nog een cadeautje die ik heel graag wil openen. Die staat hier al een hele week. En ik ben al een hele week aan het wachten totdat ik hem eindelijk kan openen. Dus laten we het helemaal allemaal uit gaan pakken. Laten we het helemaal kapot maken allemaal. Oké, gaan we eens kijken wat erin zit. Waarschijnlijk een kist. Met niet de kist te kapot maken. Niet openen. Nee, wie zit er aan mijn kist? Hé. Hey! Oh, er zit geld in. 2000 euro van de schippertjes. Oké, dit mag helemaal weg nu. Dit stond al een week lang in de weg. Maar wel heel erg tof dat er een cadeautje hier zo staat. Oké, als eerst wil ik eventjes aan jullie het kingdom laten zien. En dan wil ik gaan trouwen. Dus bereiden jullie de bruiloft even voor in het kasteel. Dan ga ik eventjes over het kingdom heen vliegen. Dus let's have a look. Je ziet hier mijn huis natuurlijk. Je ziet hier een paar huisjes die ik ook al heb laten zien. En het kasteel wat eigenlijk super lelijk is. Wat verbeterd wordt. Sorry Charlotte, ik weet dat jij het best wel leuk vond en mooi vond. Ik vind hem lelijk. Dit is dus ons dingetje. Er wordt hier een muur gemaakt door een paar nieuwe leden ook van het kingdom. En kijk hoe mooi dat die muur eruit begint te zien vanuit de buitenkant. Kijk dan jongens. Ik weet niet of andere kingdoms ook zo'n mooie muur hebben. Maar hier is hij mooi hoor. Hier hebben we nog die huisjes die ik al heb laten zien. Er zijn een paar nieuwe huisjes bijgebouwd hier aan de rand. Dit huis is nog steeds niet af. En ik weet niet wie er bezig was. Want anders gaan we dat binnenkort gewoon afbreken als het niet afgemaakt wordt. Is hier een bordje? Charlotte? Is het van Charlotte? Nee toch? Is het halve huis van Charlotte? Hebben we hier nog een huis? Best wel groot huis met papegaaien erboven. Dus Dané, die heeft hier papegaaien. Echt heel veel papegaaien ook gewoon. Super vet. En dit is het huis van Morris, wat ook tof is. De muur moet hier nog afgemaakt worden. Hier is ook een stukje wat is geclaimd door iemand anders. Maar dat gaan we heel binnenkort gewoon overnemen. En hier is gewoon die inbreker die op ons eiland aan het inbreken was. Ik hoop dat hij met me meekomt. Dan kan ik hem misschien eventjes aanvallen of zo. Ik heb hier roze blokken voor van het dingetje. Hé, hey, hij valt me gewoon aan, die guy. Weg jij, weg. Wat de hel? Wat doet hij? Hij valt me gewoon aan. Oké, dood! Moeten we je helpen, koning? Koning, moet je helpen? Nee, je gaat niet roleplayen, heb je dat? Ik ga niet roleplayen. Hij kan me niet afmaken, want ik heb supersterke armor aan. Oké, kom op. Jezus Christus. Kom op. Ja, echt hoor, gaat hij een beetje roleplayen. Maar ik krijg hem niet kapot! Ga kapot, meneer! Ik krijg hem echt niet kapot, wat is dit nou? Hij heeft veel, hij kan van veel verder kan hij mij raken, maar hij spamt met zijn slaan en daar doet hij helemaal geen damage. Je moet langzaam, want dit is van die nieuwe PvP. Het is niet te doen. Deze guy. Ja, ik heb hem! Oh, spullen! Dankjewel. Oké, ik heb al zijn spullen. Oké, het is hier lekker donker, maar ik ga nu naar het kasteel. Want ik wil dus heel graag gaan trouwen met de prinses. En ik ben benieuwd wie de ceremoniemeester is. Maar volgens mij heb ik al een vermoeden. Iemand ja, die we al heel vaak hebben gezien in Minetopia. Het was ooit een bad guy. Maar oké. Laten we naar de bruiloft gaan. Ik trek mijn kleren zo wel even uit. Ah, daar heb je die guy ook weer. Oké, wauw. Het is ineens allemaal aangekleed. Dit zou ik niet aankomen. Oké, daar zijn we dan. Waar is de muziek? Ik hoor geen muziek. Nee, niet allemaal. Nee, dat is zo cringe. Laat het patatje even doen. Patatje lijkt dus mijn getuige te zijn. En Nikki is de getuige van prinses Kirsten? Misschien? Ja. Ik weet ja. het niet. Oké, maar Seki. Hallo. Neem plaats. Ja, waar moet ik staan? Doe rustig maar. Hier, een bloem naar je hoofd gegooid. Er staat hier iemand voor. Hallo, dames en heren. En welkom op deze fantastisch mooie dag. Vandaag zijn we hier samen met Marnik en met... Ja, met prinses Kirsten. Gat.
Okay. Wat zeg je nou? Gadverdamme. Ik hoor een gat hoor ik in één keer uit je mond komen. Had je geen mooiere vrouw kunnen uitkiezen? Daarachter staat een mooiere vrouw, maar daar wil ik later even indruk op maken. Poepie dat heb ik nooit gezegd. Nee, niet jij patat. Wat de hel? Oké. We zijn hier samen om de mooie kersen te trouwen met de fantastische koning Marnik. Ja. Jullie zijn allemaal getuigen van deze... Wat wil je zeggen? Ik wil eigenlijk gewoon vragen welke command we in moeten voeren. Slash Maggie. zover zijn we. We zijn hier vandaag gekomen om deze fantastische dag samen te beleven. En deze mooie mensen samen te voegen tot een mooi leven. Ja. Wie lopen dan weer te lachen? Ik hoor ook iemand lachen of zo. Marnik, neemt u aan dat uw wettige echtgenoot, Kirsten. Ja, denk het wel. Ja. Oké. Kirsten, neemt u aan dat uw wettige... Jongen, meneer, gaat het wel een beetje. Nee, we zijn echt aan het rollen. Hij gaat dood, dus ik kan naar de wc. Wat een wc? Er zit iets in je keel. Kirsten, neemt u aan tot uw wettige echtgenoot, de heer koning Marnik. Ja, denk het wel. Ja? Denk het? Zeg je ook al denk het wel? Ja. Wat is dat nou? Ik ben super aardig tegen jou. Nu zijn jullie man en vrouw. Nou, dat zijn we nog niet. We moeten die command invoeren. Welke command is het? Kijk. Ik heb geen idee. Oh, er staat iets in de chat. Do you altijd Kirsten want to marry Marnik on this server? Wil jij met mij trouwen? Moet je yes zeggen of niet? Marry accept. Oh! / marry accept. / marry accept. En nu? Oh! Wat? Ik verklaar u nu tot man en vrouw en jullie mogen nu elkaar kussen. Wat? Moet dat ook? / merry kiss. Het moet. Oh, / merry kiss. Oh, we zijn te ver van elkaar vandaan. / merry kiss. Zien jullie dat in de chat staan? Ik ben getrouwd. Op naar de volgende. Wat? Ik heb nog een cadeautje voor je. Ja, ik ook. Ik heb ook een cadeautje. Kom even over. Ik heb nog een cadeautje voor Kristen trouwens. Wacht. Kristen? Even hierheen. Wat? Kristen? Wat is het cadeautje? Ik heb... Kijk man, dit komt misschien wel goed op pas hier. Een string. Oh. Oké, dankjewel. Oké, Kirsten, kom bij mij. Ik wil even iets laten zien in mijn huis. Kom. Moet even een cadeautje geven. Dan zijn we even weg van die lastpakken daar zo. Gaan we hier naar boven. En dan laat ik jou in mijn huis. Die andere trollen komen never nooit in mijn huis. Want daar staat helemaal geen home of zo. Oh ja, maar my God. Ik heb er damage van. Ja, ik ook. Ik ben bijna dood. Wat doen jullie in mijn huis? Wat doen jullie? Oh, kom, we gaan naar jouw huis, Kirsten. Want ik moet jou iets geven. En niemand anders mag het zien wat ik jou wil geven. Dat mogen ze allemaal pas zien in de video. Dus dat ga ik eventjes erbij pakken. En ik ben echt gewoon... Ik ben net gewoon bijna doodgevallen ook, gewoon. Oké, snel je deur open en snel achter mijn kont dicht doen. Dicht. Nee! Kirsten! Dan zet hij een home in je huis. Oké. Ik word helemaal gek van deze gast. Kirsten, daar zijn we dan eindelijk met z'n tweetjes hier gewoon. En ik heb hier een heel lelijk hoofd. Wat, heb jij lava of zo? Of vuur of iets? Vallig wel. Oké, dan gaan we eens eventjes een hoofd verbranden hier zo. Iemand die het echt verdient. Ik leg hier een hoofd neer. Ik leg hier lava. Oh, dat werkt niet zo. Wacht, dan moet ik op een andere manier doen natuurlijk. Ik kan zo niet een hoofd verbranden. Zo, niemand wil dat hoofd natuurlijk hebben. En hij is weg. Tadaa! Oké, ik wilde iets aan jou geven. Als eerst wil ik dit aan jou geven. Dit is een cadeautje. Dat is natuurlijk iets wat ik net heb gekregen. Wat lachen jullie nou allemaal? Doe hem aan. Oké, en als tweede heb ik nog dit zo. En dit is geld. Jij wilde geld, je bent een gold digger. Dus ik heb jou geld gegeven. Oh. Volgende aflevering gaan ze scheiden. Kan dat überhaupt wel? Ik weet het niet. Dat kan vast en zeker wel, ja. Oké, dit was het voor deze keer. De volgende keer wil ik dus echt wel eventjes zorgen dat we iets hebben gedaan met Heart of Sea. We moeten iemand gaan invaden. Dat wil ik zo graag een keer iemand aanvallen. En de muur zal vast en zeker dan ook wel af zijn. We hebben hier een paar pottenkijkers. Jongens, laat een like achter. We zoeken nog steeds leden voor in het Kingdom. Join onze Discord. En misschien invite ik je daar wel voor. Laat in ieder geval dus een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.